Hi. Vandaag de dag zijn er veel slimme actieve luidsprekers op de markt. Dus wat onderscheidt het aanbod van Kef van de rest? Laten we eens kijken. Vandaag bekijken we de volgende luidsprekers. De Kef LSX LT. De Kef LSX Wireless 2. De Kef LS 50 Wireless 2. En de Kef LS 60 Wireless 2. Ik zal zoveel mogelijk mijn best doen om de plus en de minpunten weer te geven. Ik zal ook zoveel mogelijk mijn best doen om de overeenkomsten tussen verschillende modellen te highlighten. Laten we beginnen. Kef is een Britse luidspreker variant. Ze staan bekend om relatief vlakke en layback geluid. Je zou kunnen zeggen dat dit de perfecte balans is tussen wat vlak of wat helder geluid en het meest slepende van een moderne hi-fi speaker met wat meer bass en treble erin. Naar mijn mening zijn deze speakers heel transparant, wat heel cliché klinkt, maar deze speakers laten een perfecte, goede opname echt goed uit de verf komen en ook echt heerlijk schitteren. Of het laat horen waarom het belangrijk is dat elke muzikant investeert in een goede sound engineer. Laten we beginnen met z'n twee kleinste. De compactvolle LSX 2 en de LSX 2 Lite. Net als broers en zussen hebben deze speakers best wel veel gemeen. Ze hebben allebei een 4,5 inch unique driver. Volgens Kef klinken ze allebei hetzelfde en kun je ze praktisch beschouwen als dezelfde luidspreker. Het enige verschil zit hem in de in- en de uitgangen en het materiaal van de klankkast. Deze kleine luidsprekers zijn beschikbaar in verschillende kleuren, zodat je er gegarandeerd eentje vindt die past bij jouw woonkamer. Door hun compacte formaat kun je ze op veel plekken kwijt, waar dat bijvoorbeeld niet zou kunnen met ietsje grotere of vloerstaande luidsprekers. Je kunt ze bijvoorbeeld neerzetten in een kinderkamer of in je Unu-meubels, zodat je een onzichtbare oplossing hebt. En omdat het echte coaxiale luidsprekers zijn, klinken ze vrijwel identiek, ongeacht hun plaatsing. Technisch gezien maken beide luidsprekers gebruik van het gepatenteerde Unique systeem voor hun drivers. Unique is een kernonderdeel van Kef en van de Kef Legacy. Dit is een driver technologie die Kef heeft geperfectioneerd over de jaren heen. Door bij elke testfase opnieuw verbeteringen en verbetering en verbetering aan te brengen, totdat het eigenlijk nagenoeg perfect is. En dit zonder dat het unieke geluidsprofiel wat ze hebben verloren gaat. De tweeter module is in het midden van de woofer geplaatst, waardoor je een echte futuristische look krijgt. Unique, coaxiaal en de speaker. Hoe werkt dit? Om het even heel simpel uit te leggen, doordat de tweeter in het midden van de woofer is geplaatst, lopen de geluidsgolven van beide eigenlijk gelijk, waardoor deze op hetzelfde moment je oor raken, wat voor een unieke geluidservaring zorgt. En dit wordt gebruikt in alle speakers die we vandaag behandelen. Ook er is er wel verschil in de grootte van de drivers. Hoewel beide modellen in prachtige kleuren te verkrijgen zijn, gaat mijn voorkeur dan toch uit naar de LSX 2. Omdat hij voelt ietsje luxueuzer aan en ziet toch ietsje meer premium uit. Plus, het schoonmaken van de vingerafdrukken hoeft niet, want hij is bekleed met netstof, waardoor je dat dus niet hebt. En naar mijn mening heeft de LSX 2 toch net meer punch in het geluid dan de LSX LT. Een ander voordeel zijn de ingangen. De LSX 2 heeft meer ingangen wat voor meer flexibiliteit zorgt dan de LSX LT. De LSX heeft ingebouwde ondersteuning voor streaming via AirPlay, Spotify Connect, Tidal, Roon en noem maar op. En wat fysieke aansluitingen slash poorten betreft hebben ze het volgende gemeen. USB aansluiting via USB-C, sub aansluiting, een optische aansluiting, HDMI voor de tv en ook nog UTP voor het netwerk. De LSX LT heeft dus ietsje minder uitgangen, maar als je deze dus wil gebruiken voor je computer of voor je tv, dan denk ik dat je wel met dit compromis kan leven. Wat ik allemaal eerder heb genoemd, kan voor veel kopers een doorslag geven of ze voor de LSX 2 gaan of voor de LSX LT. Maar wat ik nu ga opnoemen is voor mij toch wel echt de doorslaggevende beslissing. Versterking. De LSX LT heeft één versterker, die wordt gedeeld tussen twee speakers en daarom moeten ze altijd bekabeld zijn met elkaar. De LSX 2 wireless is wireless. Dus, je raadt het al, er zit een versterker in elke speaker, waardoor het geluid ietsje beter klinkt. Laten we verder kijken naar een van de meest geprezen speakers van Kef tot nu toe. De LS50 wireless. De LS50 heeft een aanzienlijk grotere 6,5 inch unique woofer. Dit in combinatie met een grotere kast zorgt ervoor dat er een indrukwekkend geluid uitkomt in elk genre. Dit is een geweldig paar boekenplankluidsprekers en hebben alle slimme functies van de LSX behouden. Alleen groter en beter. Over groter gesproken, laten we eens kijken naar de crème de la crème. De LS60. Tot nu toe hebben we alleen maar gekeken naar boekenplankluidsprekers. Maar deze mooie springen er eigenlijk op zichzelf al gelijk uit. Ze zien er gewoonweg echt ziek uit door hun slanke ontwerp en hun luxe afwerking. But don't get fooled.
Puur omdat ze een slank ontwerp hebben, wil niet zeggen dat er geen punch in zit. Want geloof me, uit deze speaker komt echt een punch. Waardoor komt dat ook? Kijk maar eens naar de zijkanten. Kev heeft namelijk besloten een techniek toe te passen die je normaal gesproken vaak ziet bij subwoofers. Deze speaker heeft namelijk twee actieve luidsprekers aan elke kant. Deze maken gebruik van dezelfde Unicore technologie als de subwoofers van Kev. Bijvoorbeeld de KC62. Dit reduceert vervorming en faseproblemen tot bijna nul. En qua slimme functies doen ze hetzelfde als de rest van de serie. Nou, dat was de line-up. Tijd voor een samenvatting. Gebonden aan het budget? Geen probleem. Want als ik heel eerlijk moet zijn, goedkoopste of de duurste, ze maken allemaal aanspraak voor het kampioenschap. Omdat ze zo goed zijn in wat ze doen. Simpel. De LSX LT komt gevaarlijk dicht in de buurt van de LSX 2 Wireless. Terwijl die toch een stuk goedkoper is. Maar de vloerstaande LS60 klinkt veel beter dan de meeste actieve luidsprekers onder de 10.000 euro die ik heb gehoord. Als ik heel eerlijk moet zijn. Hij biedt een zeer breed geluidsbeeld. Met een soepele en gedetailleerde bovenlaag die niet als scheurend of irritant wordt ervaren. Als je van mening bent dat luidsprekers een meer traditionele look moeten hebben, dan zou ik toch adviseren te kijken naar luidsprekers van het merk Dali. Die hebben ook een zeer goede selectie actieve luidsprekers. Ook al moet ik er wel bij zeggen dat deze luidsprekers wel een soundhub vereisen, wat eventueel minimalisten kan irriteren. Ik kan alle speakers die we vandaag hebben behandeld aanbevelen, omdat ze ieder hun eigen rol in de hi-fi-markt vervullen. En dat doen ze met gratie en finesse. Een review zoals deze kan je in de juiste richting sturen. Maar om te weten welke speaker nou het beste bij jou past, zou ik je toch maar één ding adviseren. Kom langs bij je dichtstbijzijnde hi-fi clubben. Luister naar deze speakers en ervaar. Voel en kies welke het beste bij jou passen. Tot snel.